Mark de Vries, goedemiddag. We zijn hier in het complex van VV Alkmaar. En ik mag jou begroeten als de nieuwe trainer van Dem. Hoe is dat gekomen? Ja, er is kort geleden contact geweest. En daarna is het heel snel gegaan. En met de uitkomst dat ik de keuze heb gemaakt om bij Dem aan het werk te gaan. We zitten hier in Alkmaar. Ik heb even jouw carrière gevolgd. Je bent een voetbalreiziger, want je hebt bijna over de hele wereld gezeten. Nu zit je in Alkmaar en je gaat je domicilie nu vinden in Beverwijk. Hoe is dat te rijmen? Want je bent een wereldburger. Ja, ambitie. Daar heeft het mee te maken. Als je als voetballer ergens heen gaat, dan weet je dat er een kans bestaat dat je na een tijdje of na een langere tijd verkast. Ja, dat is het voetballeven. En bij de ene club blijft het langer dan bij de andere. En dat was niet de bedoeling in mijn trainerscarrière. Maar ja, dat gebeurt onbewust toch wel. Jouw naam is denk ik niet helemaal vreemd bij Dem. Want als ik goed ben geïnformeerd, ben je 2,5 jaar geleden. Was je ook in de pitcher om na Arvid Smit bij Dem te komen. Dat klopt. Dat is niet gebeurd. Nee. En nu uiteindelijk na 2,5 jaar kon je daar wel. Is dit een ambitie die je uitstraalt om derde divisie te gaan spelen? Hopelijk. Ja, ook. Natuurlijk. Dit is waar je als trainer wil zijn. Hè, of wil komen. En dat willen komen, dat is uiteindelijk niet per se gelukt. Ja, dus op een andere manier. En dat is dan de overstap maken. En deze manier, dat houdt in, je bent trainercoach bij Eredivisie Dames, of vrouwen moet je zeggen, van VV Alkmaar. Daarnaast doe je ook Kolping Boys als eerste klasse. Die zullen wel vreemd op hun neus gekeken hebben dat je afgelopen dinsdag vertelde dat je wegging en naar Dem ging. Ja, dat was ook best wel moeilijk. De club heeft het niet zien aankomen. Ik heb het in de instantie ook niet zien aankomen, omdat ik er eigenlijk, ik was er wel mee bezig, maar ja, er moet wel iets komen dan. Hè? En als er dan iets komt, dan moet je ook maar kijken of je dat dan wil. Ik had de afspraak met de club dat als er iets zou komen, dat ik mocht luisteren. Kijk, stel je voor, ik woon hier en Goes komt. Ja, je gaat niet verhuizen dan om daarheen te gaan. Maar ik heb wel het gevoel dat ik mocht luisteren. En toen ben ik verrast. En goed verrast eigenlijk. En daardoor deze keuze. Ben je vorig jaar, oftewel december, al benaderd door Dem? Of is dat de laatste anderhalf, twee weken geweest? Ja, de laatste anderhalf à twee weken, ja. Zo moet je het zien. Het is heel snel gegaan. Ja, dat mag je zeggen. Wat weet je van Dem? Nee, ik ken de club als professioneel. Ik ken de club als goed georganiseerd. Ik ken de club als ambitieus. En ik ken de club als een voetbalnetwerk, een voetbalbolwerk, laat ik het zo zeggen. En daar ga ik vanaf volgend seizoen deel van uitmaken. Met wie heb je gesproken bij Dem? Heb je gesprekken gehad met spelers ook? Ja, ik heb nu een gesprek gehad met spelers, spelersgroep. Een spelersraad of spelersgroep? Spelersraad, ja. Een afvaardiging van de spelersgroep. En de penningmeester en de voorzitter. En zo is dat gegaan. Dat lijkt me aan het einde van het gesprek wel heel prettig als je die ook spreekt. Ja. De huidige stand van Dem in de derde divisie ziet er helaas niet echt rooskleurig uit. Ja. Heeft dat meegespeeld bij je beslissing? Nee. Totaal niet. Nee, in dat gesprek heb ik begrepen van de jongens dat ze dat weer willen rechttrekken. Dat daar ook genoeg ambitie in de groep voor is. En mocht dat onverhoopt niet zo zijn, oké. Zo be it. So be it. Dit is een keuze die je maakt. En hij kan twee kanten opvallen. Ik hoop natuurlijk dat dat goed blijft gaan. Of goed gaat en dat het beter wordt. Maar goed, dit is een keuze. Dat hoort er ook bij. Als ik jouw carrière een beetje bekijk, breng je een enorme schat aan ervaring mee. Waar de jongens bij Dem van kunnen gaan profiteren. Want je hebt gespeeld in Schotland. Je hebt gespeeld in Engeland. Uiteraard in Nederland. Maar ook nog in Frankrijk. Dat is een pre, denk ik, om voor de jongens dat waar te kunnen gaan maken.
Dus wat mogen zij van jou verwachten? Ja, kijk, ik hoop gewoon dat wat ik heb meegemaakt, dat probeer ik overal waar ik werk, probeer ik dat mee te nemen in de zin van de ervaring. De ervaring die ik dan heb, zeg maar, om die over te brengen. Dat lukt meestal redelijk goed. Redelijk tot goed of redelijk goed. En ja, duidelijkheid. Ik probeer zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen. Zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Maar niet alleen op het veld, maar ook buiten het veld. Gewoon duidelijke regels. Openheid. En ook een stukje plezier. Ik vind dat er ook bij hoort. Ik heb natuurlijk best lang gevoetbald. Maar dat heb ik ook gedaan omdat ik het ook echt leuk vond. En niet alleen op het veld, maar ook buiten het veld. En dan ja, met teamgenoten vind ik wel dat je daar tijd mee kan of moet doorbrengen. De combinatie vrouwenvoetbal bij Alkmaar, hier waar we nu staan. Ja. En Dem, komt dat niet in gedrang? Conflicteert dat niet? Het zou elkaar niet moeten bijten, omdat de meeste wedstrijden op vrijdagavond worden gespeeld. Ik heb nu ook de afspraak met Kolping. Dat op het moment dat de wedstrijd op zondag werd gespeeld, of werd ingelast, zeg maar, dat dan de assistent het overnam. Nou, dat hebben we wel besproken, maar wij zien niet heel veel wedstrijden op zondag. Gemiddeld heb ik me laten informeren, speel je met de vrouwen 3 keer op zondag. Hè? Ja, maar we hebben er nu een aantal bijgekregen, die waren niet ingepland aan het begin van het seizoen. En daar heb ik geen invloed op. Maar het zal niet 10 keer gebeuren. Dan was het natuurlijk ook niet handig geweest om dit op te zetten. Nee, daar was ik even benieuwd naar. Omdat het kan elkaar wel eens een keer in de weg gaan zitten. Ja, dat klopt. Maar dat is wel besproken. En hoeveel keer train je nu per week? 6 keer nu, op dit moment. 4 keer met de dames in een normale week. Dus als wij op vrijdag spelen, dan trainen we maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. En bij Koppingen 2 avonden. Keurig. Nou, ik... Namens Eimond Nieuws, laat ik het zo zeggen, wens ik je enorm veel succes toe bij club. Ik kan uit ervaring zeggen dat het een hele mooie club is. En we gaan elkaar daar zeker ook nog wel zien. Dank je wel zover. Dank u wel.